Voor wie nu langs het sportcentrum fietst, is dit het uitzicht. Al meer dan een jaar wordt er gewerkt aan een grote verbouwing. In 5 fases moet het allemaal gaan gebeuren. Inmiddels zijn de laatste 2 daarvan ingegaan. Er moest dan ook veel werk worden verzet. Dus vooral ook de kleedkamers die waren helemaal verouderd. Die zijn dus helemaal nieuw. Verder worden alle zalen aangepakt. Dus nieuwe vloeren en nieuwe plafonds. Een nieuw toegangssysteem. Een nieuwe balie. Een nieuwe zalen. Nieuwe sauna. In de tussentijd kon er gewoon gesport worden door de Tilburgse studenten. Alhoewel er soms geïmproviseerd moest worden. Zo staat er op de oude tennisbanen nu een terras. En ook de kleedkamers voor de heren moesten wijken voor de verbouwing. Die zijn nu te vinden in deze noodgebouwen. Maar daar hebben de volgende heren geen last van. Ik ben er zelf nog niet geweest, moet ik eerlijk zeggen. Want ik kom meestal met de auto, dus ik hoef me hier niet om te kleden. Ik kan me voorstellen dat het met dit weer niet zo heel prettig is als je naar buiten moet lopen in je sportkleding en zo. Ja, maar ik kom wel gewoon in een trainingspak. En dan doe ik alleen een trainingspak even uit bij de kluisjes. En dan ben ik al klaar. Begin volgend studiejaar moet de verbouwing klaar zijn. Dan kunnen deze sporters net zo losgaan als nu, maar dan in een hypermodern gebouw.